Het Flyer-netwerk omvat een breed scala aan organisaties die ondernemingen versterken in hun innovatieproces en ondernemerschap. Vandaag geef ik u inzicht in een klein stukje van de dienstverlening die specifiek is gericht op kennisdiffusie. Meer bepaald laat ik u kennis maken met enkele types van dienstverlening die worden georganiseerd door onze partners Ondernemerschap en Innovatieversnelling en door de speerpuntclusters. In het contract Ondernemerschap en Innovatieversnelling werken we rond 6 uitdagingen. Eén van die uitdagingen is toegang tot kennis. Dat wil niet zeggen dat al die dienstverleners een specifieke werking hebben rond kennisdiffusie. Vaak schuilt achter een vraag rond ondernemerschap een latente kennisbehoefte. Laten we even luisteren naar Tom van het project Zeker van je zaak. Ik ben Tom Deluis van het consortium NSZ Zeker van je zaak. Een project van de Vlaamse overheid waarbij we alle Vlaamse ondernemers die in elke mogelijke levensfase zitten, kunnen helpen. Welke thema's komen daar aan bod? Dan denk ik aan juridische thema's, fiscale vraagstukken, vragen over het starten van een bepaalde zaak, financieringsmoeilijkheden enzovoort. Een samenwerking met hogescholen, universiteiten en onderzoekscentra zien wij voornamelijk gebeuren op vlak van bijvoorbeeld de uitbouw van artificiële intelligentie, maar ook bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een bepaald product in de IT-sector of in de chemie-sector. Ook denken we aan samenwerkingsvormen voor stagiairs of bepaalde navormingen. De kennisvragen komen niet alleen naar boven bij de meer klassieke innovatieve ondernemingen. Zelfs uit onverwachte hoek kunnen wel eens kennisvragen naar boven komen. Mon van het consortium rond Starterslabel, Stebo, Birdhouse en Youthstart geeft enkele voorbeelden. Stebo en Starterslabo zijn via de clusterorganisatie stapstenen om te ondernemen, structurele partners van het Flyo-netwerk. En wij begeleiden kandidaatondernemers die een zelfstandige onderneming willen opstarten. Eveneens deel hiervan zijn Youthstart en Birdhouse. Start bereikt vooral micro-ondernemers, ondernemers met geen of een beperkt aantal medewerkers die opstarten zonder zware investeringen. Hun ondernemersideeën zijn niet onder één vlag te vatten. Ze zijn veelzijdig en divers. Sommigen zullen zeker gebaat zijn met jullie ondersteuning, zeker in het licht van digitale geletterdheid en circulaire economie. Bij wijze van voorbeeld, een starter die zelf bier wil brouwen, maar nog extra inzicht kan gebruiken in de brouwprocessen, materialen en circulaire technologie. Een starter die aan bodemonderzoek wil doen. Een starter die aan duurzame landbouw doet. Of een starter die producten maakt op basis van afgedankt werkmateriaal. Vele ambitieuze start-ups worden geboren vanuit een goed idee. Maar het wil niet zeggen dat de oprichters van die start-up ook alle kennis in huis hebben om dat idee om te zetten in een product dat zich kan bewijzen op de markt. Evengoed kan het zijn dat een start-up wel over de voldoende kennis beschikt, maar niet over de ondernemersvaardigheden om van dat product ook een succes te maken op de markt. In beide gevallen kunnen deze start-ups terecht bij het consortium van Netwerk Ondernemen en Start-up KBC. Laten we eens even luisteren. Hallo, wij stellen ons graag even voor. Wij zijn Netwerk Ondernemen en Start-up KBC, partners van Flyo, om start-ups en scale-ups te begeleiden in hun acceleratie. Met Start-up KBC leggen we actief linken met de triple helix actoren.
de universiteiten, kennisinstellingen en hun TTO's. We hebben ondertussen al meer dan 20 spin-offs begeleid in de commercialisering van een start-up, scale-up of spin-off. Partners zoals Vito en Sandbox Vlaanderen slaan mee de brug tussen de TTO's en start-ups. En bovendien lopen ook heel wat studenten stage bij start-ups, iets wat we actief stimuleren vanuit Study.kbc. Matching is what we do bij Netwerk Ondernemen. Ons nieuwste programma, Find Your Co-Founder, ontzorgt groeibedrijven, spin-offs en kennisinstellingen in hun zoektocht naar de ideale co-founder. Waarom? Complementaire co-founders zijn over het algemeen meer succesvol dan de one-man-teams. Het huidige aanbod van selectiekantoren en headhunters dekt echter de noden van ondernemers niet. Met dit totaalpakket op maat zoeken we voor jou naar de witte raaf. Meer weten? Neem een kijkje op onze website. Enkele van onze partners hebben naast een brede begeleiding gericht op de ontwikkeling van de onderneming en ondernemer, ook een specifieke begeleiding gericht op de ontwikkeling van een technologie. Een goed voorbeeld daarvan is Scale-up Vlaanderen. Scale-up Vlaanderen is een initiatief van Agoria, Cirrus en iMac iStart. Zij hebben uiteraard ook een breed pakket aan diensten gericht op de ontwikkeling van de onderneming, maar daarnaast ook nog hun technologie-screenings. Frederik legt ons even uit wat die precies inhoudt. Samen met onze partners Cirrus en iMac iStart trekken wij het begeleidingsprogramma Scale-up Vlaanderen. Scale-up Vlaanderen is het breedste begeleidingsprogramma voor digitale start-ups en scale-ups in België. En wij bieden tal van diensten aan om deze bedrijven verder te helpen. Eén dienstverlening die er in dit kader tussenuit springt, is allicht de technology screening. Tijdens die screenings nemen we immers een deep dive in de technologie van onze scale-ups, kijken we of hun technologie future-proof is en bepalen we samen met hen welke instanties interessant zouden kunnen zijn om mee samen te werken rond technologie. En dan komen de universiteiten natuurlijk meteen bovendrijven. Willen jullie samen met ons bekijken wat er op dat vlak mogelijk is? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Binnen het contract Ondernemerschap en Innovatieversnelling wilden we een specifiek aanbod creëren waarin de zogenaamde innovatievolgers kunnen kennismaken met kennis en technologieën die zich al bewezen hebben en waarin zij begeleid worden om die technologieën toe te passen in hun eigen onderneming. We hebben verschillende partners die daarop intekenen. Eén daarvan is Unizo. Gilles van Dorpen licht even toe hoe Unizo dat aanpakt. Eén van onze trajecten betreft de innovatiefora. Dit zijn lerende netwerken gericht op de zogenaamde innovatievolgers. Die KMO's in Vlaanderen die vandaag nog onvoldoende bezig zijn met innovatie en technologie. Wij helpen hen, samen met onze kennispartners, om innovatie en technologie beter te leren kennen en te omarmen in een bedrijf. In het contract Ondernemerschap en Innovatieversnelling hebben we enkele partners die zich tot één specifieke sector richten. Ik laat jullie achtereenvolgens kennismaken met onze partners voor de bouw, industrie en logistiek en de social profit ondernemingen. Hallo, ik ben Dominique van den Hoven van de Vlaamse Confederatie Bouw en samen met Bouwunie, NFW en ORI en onze kennispartners WTCB, Techlink, Volta en GroenLicht Vlaanderen vormen wij het NIVB, het Netwerk voor Innovatieversnelling in de Bouw. Wij zetten de komende 4 jaar heel sterk in op innovatie en innovatieve technieken in de bouwsector. Denken we hierbij aan digitalisering, BIM, circulair bouwen, geothermie, nieuwe businessmodellen, smart buildings enzovoort. Onze doelgroep is dus de professionele bouwsector, gaande van aannemers tot technische installateurs, advies- en ingenieursbureaus en architecten. Wij organiseren lerende netwerken waarbij we een 15-tal deelnemers samenbrengen in 4 of 6 sessies. En daarnaast genieten deze deelnemers ook van een korte individuele begeleiding. Samenwerkingen met universiteiten zijn uiteraard mogelijk om vorm te geven aan deze inhoudelijke sessies, als ook voor de individuele begeleiding en eventueel bij specifieke kennisvragen van de deelnemers. Mijn naam is Ilse Balis, programmacoördinator van Groeilabs.
Groeilabs is een samenwerking van Verso en haar verschillende sectorfederaties. Door deze samenwerking bereiken we alle sectoren binnen de social profit. Dus van het kleine kinderdagverblijf tot het grote ziekenhuis of woonzorgcentra, van de voorziening voor mensen met een handicap of bijzondere jeugdzorg tot het maatwerkbedrijf, als ook de socioculturele sector, een intersectorale aanpak. Groeilabs is een waaier aan bootcamps en lerende netwerken waarin onze sociale ondernemingen begeleid worden op een aantal strategische thema's. Een samenwerking richting de TTO's zien wij alvast velerlei opportuniteiten en toepassingsmogelijkheden. Meer bepaald op de domeinen gezondheidszorg, cleantech en energie als ICT. Het industriepartnerschap, dat zijn 17 partners die samen inzetten op artificiële intelligentie, cybersecurity, digitalisering, industrie 4.0, smart products en digitale services, circulaire economie en klimaat en energie. We richten ons daarbij op innovatievolgers uit een heel breed aantal sectoren in de industrie, zoals daar zijn technologie, voeding, land- en tuinbouw, textiel, hout, meubel, metaal, digitaal, grafisch, logistiek en elektrotechniek. Bedrijven kunnen bij ons terecht voor collectieve en individuele begeleidingen. Daarbij gaan wij hen inspireren, inzichten verschaffen, maar ook helpen om keuzes te maken en implementaties te realiseren. Speciale aandacht wil ik graag aan onze individuele coachings geven, waarbij wij gedurende een langer lopend traject een bedrijf gaan begeleiden met het maken van een implementatie. Hierbij ontstaat er een één-op-één relatie waarbij vertrouwen wordt gecreëerd en inzichten worden verworven. Het zijn deze inzichten die leiden tot kennisvragen die zouden opgelost kunnen worden door universiteiten. Indien wij deze kennisvragen identificeren, zullen wij deze gericht doorverwijzen naar de universiteiten. In de vorige video's zag je een voorstelling van de partners van het contract Ondernemerschap en Innovatiebesnelling. Daarnaast hebben we ook nog de speerpuntclusters. De speerpuntclusters zijn samenwerkingsverbanden van bedrijven en kennisinstellingen. Vaak ontbreekt de specifieke kennis die nodig is om innovatieopportuniteiten van ledenbedrijven om te zetten in concrete samenwerkingsverbanden. De speerpuntclusters spelen dan een rol door aan het consortium nieuwe bedrijven toe te voegen en op zoek te gaan naar geschikte kennisinstellingen. De blauwe cluster heeft 180 industriële leden, waaronder een groot aantal KMO's, die zich alle bezighouden met de duurzame blauwe economie. Dat wil zeggen, alle activiteiten gerelateerd aan zee en oceaan. Van scheepvaart, over energie, langs aquacultuur, kustbescherming, tot duurzaam blauw toerisme toe. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat onze toekomst aan, in en op zee ligt. Wat wij eigenlijk vragen aan de universiteiten, is dat zij via interdisciplinair onderzoek een maatschappelijke roadmap uittekenen. Een maatschappelijke roadmap die aan de industriële roadmaps van de bedrijven vooraf gaat. En dat die maatschappelijke roadmap de valkuilen, drivers en succesfactoren meehelpt te identificeren, waardoor de industriële innovatie van de bedrijven sneller en beter tot kostenefficiënte valorisatie wordt. De kern van wat Catalysti doet, is het opzetten van samenwerkingsprojecten, innovatieve projecten, met verschillende types partners, zowel bedrijven als kennispartners als de overheid. En elk type bedrijf uit de chemiewaardeketen met activiteiten in Vlaanderen kan meedoen met de Catalysti-projecten. We werken dus samen zowel met multinationale bedrijven met productie of R&D in Vlaanderen, als met KMO's en daar ook zowel de meer innovatieve als de meer traditionele. Samen met machinefabrikanten, technologieproviders, verpakkingsfabrikanten willen we van elk voedingsbedrijf een fabriek van de toekomst maken. Door samen te werken van de landbouwer tot de retailer en ook door de consument te betrekken bij het verhaal, bouwen we aan een wendbaarder en duurzamer agrovoedingssysteem. By cooperating, we can send innovative and positive shockwaves through the local and the global energy landscapes. We can prepare our energy system for future generations by focusing on clean energy production and by empowering local energy communities next to large-scale production. De vragen bij SIM gaan zowel over de verschillende materiaalsoorten als over het productieproces. Dit alles wordt ondersteund door testen en modelleren. Ook veiligheid, milieu en gezondheid komen aan bod.
Bijvoorbeeld, hoe kun je metaalslakken gebruiken als grondstof in de bouw? Of hoe komt het dat de lagers van een windturbine al falen na 2 of 3 jaar? Welk materiaal gebruik ik om te 3D-printen? Welke technologie moet ik nabewerken? Hoe kan ik het stuk testen? Al onze projecten vertrekken vanuit een bottom-up approach. Dat is uiterst belangrijk, omdat zij voor een belangrijk deel instaan van de financiering van deze projecten. We brengen verschillende stakeholders samen. IT-spelers, de grotere bedrijven, maar ook retailers. En dat doen we om samen de uitdagingen van de digitale, duurzame en multimodale toeleveringsketen aan te pakken. Samen met onze leden zetten we een nieuwe koers voor de logistiek in Vlaanderen door het uitvoeren van efficiënte, effectieve en ecologische projecten. En daarbij introduceren we nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld robotpakken, autonome voertuigen of trailer-on-board shuttles. U maakte kennis met 2 types van partners van het Vlaio-netwerk. De speerpuntclusters en de dienstverleners van het contract Ondernemerschap en Innovatieversnelling. De korte video's gaven jullie al een indruk van het type van kennisvragen dat bij hen kan ontstaan. Voor het vervolg van deze dag keren we nu terug naar de plenaire sessie voor de volgende presentatie. Tot zo!